Karel Leurvink is een groothandel met een breed assortiment schoonmaak, schilder- en veiligheidsartikelen, machines, kantinebenodigdheden, kleding en verpakkingsmaterialen. Het familiebedrijf, dat is opgericht in 1893, staat inmiddels onder leiding van de vierde generatie Leurvink. Broers Casper en Julius vinden het belangrijk werkzoekenden bij hun organisatie een kans te geven zich te ontwikkelen. In gesprek met Fokko van der Molen van het ondernemersloket gaf hij aan wat de mogelijkheden zijn voor het werkplein. Daarop volgend hebben we een afspraak gemaakt waarin we dieper in zijn gegaan op de details. En uiteindelijk hebben ze ons gevraagd of wij een arbeidsplek hebben voor mensen die langdurig werkloos zijn. Dus we hebben samen een functieprofiel opgesteld om te kijken waar de ideale kandidaat aan moest voldoen. En die ben ik vervolgens voor ze gaan zoeken. We zijn een familiebedrijf met 120 jaar ervaring, waarbij we altijd naar de lange termijn kijken. We proberen mensen altijd een perspectief te geven. Door dit soort goede trajecten kan de werkloze arbeidsritme krijgen en ervaring. En dat zal hem helpen om snel een nieuwe baan te vinden. We hebben vooraf dus contact gehad op functieprofiel en gedurende de zoektocht heb ik ze ook op de hoogte gehouden van de vorderingen. De kandidaat die ik heb aangedragen mocht ik meteen op gesprek. We hebben het traject als bijzonder plezierig ervaren, waarbij het werkplein de schakel is tussen de werkzoekende en de werkgever. Het voordeel voor de werkplein is dat ze proberen de werkzoekende zo snel mogelijk uit de uitkering te krijgen. En voor ons is het belangrijk om extra handjes te hebben in het magazijn. Een leuke werkzoekende gevonden voor een mooie werkplek. Ik kan geen reden bedenken om dit traject niet aan te gaan, want er zijn heel veel voordelen. Het past prima binnen ons MVO-beleid, waarbij de peer van personeel heel belangrijk is. De werkzoekende krijgt heel veel kansen om een nieuwe baan te vinden. En uiteindelijk is het voor de maatschappij enorm goed.